naar de grote vandaan zijn gekomen. En we hebben daar al meteen een hit op. Gaan die er aan doen? Ja, alstublieft. Ja, dat is het. In deze serie lopen wij mee met verschillende afdelingen binnen de Nederlandse politie. Doen wij onderzoek naar het werk van de politie en maken de meest bizarre avonturen mee. Je kijkt naar Mark bij Politie. Stop! Politie! Leuk dat jullie kijken naar de eerste aflevering van mijn nieuwe serie. In deze serie ga ik meelopen met de politie. Vandaag beginnen we hier zo in Brielle. En we draaien hier een tussendienst op vrijdagavond. Dus we draaien van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. En bij de politie draaien ze op eigenlijk vaste tijden. En omdat we een tussentijd hebben, gaan we pas om 10:30 vanavond naar de briefing. Dus dat gaan we niet doen. Wat we nu gaan doen, ik ga eerst kennis maken met de collega's met wie ik meega. En ik heb ook een eigen politieportefeuille gekregen, want mocht ik eruit moeten voor bijvoorbeeld een schietincident of iets, of ze moeten me ergens achterlaten, of ik kan heel even niet mee, kan ik wel blijven meeluisteren en zou ik eventueel kunnen oproepen op het moment dat er iets gebeurt. Dus die heb ik ook bij me, maar we gaan ervan uit dat dat natuurlijk niet nodig is. Ik ben benieuwd wat deze nacht gaat brengen, dus ga snel met mij mee, gaan we naar binnen. Nou, dan is het tijd om de auto in te gaan en dan gaan we op pad. Vanavond en vannacht rijden wij als de 5109. De 5109 is een extra auto en de meldkamer heeft ons vrijgemaakt om met alle meldingen te kunnen meerijden. Je hebt een meldingsscherm, dus ik kijk meestal op het meldingsscherm mee. Het is verdeeld in prio's, dus prio 1, prio 2 en prio 3. En in principe de prio 1, dat zijn de prio's die het belangrijkst zijn. Dus het is over heel Rotterdam, maar ik kijk dan altijd eventjes mee van welk gebied waar wij rijden of daar nog meldingen zijn die openstaan. Zodat we dus gelijk zeg maar, snel ter plaatse kunnen als de meldkamer nog niet uitgegeven heeft. Nou, hier staat bijvoorbeeld een vechtpartij, die kan je inlopen. En dan kan je dus kijken van, goh, wie is er al onderweg, wie is er te plaatsen, wat is er gebeurd. De meldkamer die tikt hier constant allerlei dingen bij. Nou, we staan op dit moment midden op een rotonde te wachten. Vanaf die kant kan zo meteen mogelijk een auto komen van een man die onder invloed is. Er is voor die man gebeld en hij rijdt echt, ja, hoe je dat noemt, geen idee, maar een beetje... En deze meneer die rijdt dus slingerend over de weg. Hij kan twee kanten op, of hij rijdt richting Zeeland, of hij rijdt richting Rotterdam. En dan komt hij dus hier bij ons langs. Dus we staan hier nu midden op de rotonde te posten. En ja, we hopen dat we hem zo meteen tegenkomen. En nee, je hoort het geluid ook precies. Er komt hier nu een melding binnen, dat is het ANPR-systeem. En we hebben daar al meteen een hit op. 5311. En er zit ook een foto bij. Is dat de foto die nu live gemaakt is? Ja. Nou, wat die ANPR precies inhoudt, hier in dit gebied hangen overal camera's. En als die camera's een hit krijgen op een auto, er is dus een auto hier in de buurt waar wat mee is, waar een opmerking op staat. En je hebt het ANPR-systeem open, dan krijg je die dus. En dan hoor je dat racegeluid op je telefoon. En dan, ja, zo kan je dus wat hits pakken. Dus heeft iemand... Ja, in het verleden misschien heel veel dronken gereden, denk ik. Dat je dan ook wel erin kan komen. Ja, of boetes openstaan. Boetes openstaan of dat soort dingen. Wordt. Ja, of mensen die gezocht worden. Dan kom je dus in het ANPR-systeem. En dan krijgen wij dus die melding op telefoon. Dus ja, als je de tijd voor hebt, dan kun je die ook aanzetten. En dan kun je ook dat soort meldingen meepakken. En zo zie je op deze telefoon. Ik heb natuurlijk wel de telefoon onherkenbaar gemaakt. Maar dat is een hit die we net binnenkregen en een auto die in ons gebied, want je kan het gebied selecteren en wij hebben ons gebied geselecteerd en ja, deze auto is daar dus hit op geworden. De auto waar wij naar uitkijken staat geregistreerd op naam van iemand uit Rotterdam. Het kan dus zomaar zijn dat hij zo meteen deze kant op komt. Nou, we hebben een tijdje bij de rotonde gestaan en als hij deze kant op had gekomen, dan had hij nu wel langs gekomen moeten zijn. Dus ja, hij is er helaas niet meer. Wij gaan nu weer verder rijden en omdat de noodhulp van dit gebied op dit moment even naar Spijkenisse is om daar wat af te handelen, rijden wij momenteel ook de noodhulp. Dus ook alle meldingen die vanuit de meldkamer binnenkomen waar de noodhulp heen moet, in dit gebied, die rijden wij ook. Dus ja, hopen dat we zo meteen of daaruit of vanuit de ANPR een hele leuke melding gaan krijgen. Er staat een geluidsoverlast open in Hellevoetsluis. Nou, dan rijden we weg uit Hellevoetsluis en dan krijg je dus die melding. Dus nou ja, dat is dus het voordeel dat je dus mee kan kijken. We gaan dus nu gaan we even draaien. Ik heb een tweetje gegeven, dat betekent dat we aanrijdend zijn. En als we zo meteen ter plaatse zijn, dan geef ik een drietje. Zodat de meldkamer dus ook weet waar we zijn en wat we aan het doen zijn.
En ik hoorde dat ze mogelijk in de voortuin zouden zitten of zo met ja, muziek. Klopt, inderdaad. En de buren hebben daar last van. En het is nog 9:50, dus het is nog niet heel erg laat. Maar ja, we moeten wel even kijken als er echt heel erg harde muziek wordt gedraaid. Ja, dat is natuurlijk wel vervelend. En dan gaan we eens even aanspreken of ze daarmee willen stoppen. Als ze dat doen, dan is het voor ons ook goed. En als ze dat niet doen, dan zijn er andere gevolgen. Toen wij aankwamen, stond de muziek niet overlastwaardig hard. Ook hadden de mensen van de woningbouw al een brief gekregen dat er 's avonds na 10 uur geen lawaai meer gemaakt mag worden. En hier hielden ze zelf al rekening mee. We zijn zojuist bij de melding geweest waarvan de melder zei dat het geluidsoverlast was. We zijn daar geweest en er stond zachtjes muziek aan. Het was nog wel best vroeg op de avond, maar we hebben de mensen daar wel aangesproken. Ook dat ze niet de hele nacht met harde muziek aan moeten zitten en het wat rustiger aan moeten doen. En mochten we nog meer meldingen krijgen in de loop van de avond dan... van hetzelfde adres, dan gaan we nog even die kant op terug en dan kan er eventueel een boete volgen. En als we dan nog een keer terug zouden moeten, dan zou bijvoorbeeld een geluidsinstallatie in beslag genomen worden. Nou, we zijn weer aangekomen bij het bureau. Het is nu bijna 10:30, dus zometeen gaat de briefing van de avonddienst beginnen. En omdat wij net wat eerder begonnen zijn, waren wij dus al onderweg. Maar wij gaan daar nu ook in aansluiten. Ik kan er natuurlijk helaas niks van filmen, omdat er heel veel vertrouwelijke dingen ingenoemd worden. Maar we gaan nu naar binnen voor de brieven. Nou, ik weet niet of ik nog te zien ben in het donker, maar we zouden naar de briefing gaan, maar dat gaat nu niet door. Dus we moeten nu weer even naar een melding toe. We moeten naar een andere plaats hier in de buurt en daar zou een groepje jeugd vervelend doen. Ze zouden ook iets van een brandblusser of zo leeggespoten hebben en ja... Voor de rest weten we nog niet zoveel. Hè? En voor de rest is de melding nog niet heel duidelijk. Wordt nog een beetje uitgevraagd, wordt naar uitgekeken. Maar daar gaan wij dus heen. En daardoor missen wij wel de briefing. Ja, soms heeft u nog een melding langs voor je openstaan. Die willen we eigenlijk doen. Overlast zeggen. Ja, alstublieft. Ja, dat is het. Het groepje wat we zoeken hebben we nog niet aangetroffen. We zijn nu hier, dit is het gebied waar het zou moeten zijn. Dus we zijn hier nu een beetje aan het rondkijken. Maar tot op heden zien we nog niks. We hebben net een heel groot stuk gezocht waar degene zouden kunnen zijn. Ook hebben we de melder even teruggebeld. De andere keer hebben we de melder achteraf teruggebeld. En dit keer hebben we dat eigenlijk al tussendoor gegaan. Omdat we ook nog wat extra informatie wilden van de melder. Hoe ziet de groep eruit? Wie liep erin? En nog wat meer informatie over de brandblusser. Heeft hij zelf gezien dat hij gestolen is? Of denkt hij dat hij gestolen is? Dat soort dingen wilden we nog even weten. We hebben de melder teruggebeld. Alleen we kunnen de groep nu niet vinden. We hebben het hele gebied nagezocht. Maar ze zijn er niet meer. Waarschijnlijk ergens naar binnen gegaan. Of precies niet op de plek waar wij waren. Dus we gaan nu weer verder rijden. En dan... zien we wel wat de avond brengt. Ja, we gaan nu nog wel terug naar bureau. Alleen de briefing is al wel geweest, dus die hebben we gemist. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er nu gebeurt. We hebben de briefing nu gemist, omdat we naar een melding toe moesten. Ja. Maar is er nog ergens iets waar we dingen terug kunnen lezen? Of, Ja, de briefing die staat gewoon bij ons op onze intranetpagina. Dus als er echt bijzonderheden zijn, kan je dat gewoon daarop terugkijken. En ik bel sowieso nog even onze chef van dienst zometeen. Omdat we dan even kunnen zeggen dat wij er dus ook zijn en of er nog bijzonderheden zijn. Maar dat, omdat dit speciaal is dat er met iemand meegaat zeg maar, op de auto, dan kunnen we dus ook gewoon eventjes kijken van dat hij er vanaf weet. Zeg maar, als wij dan ergens staan, dat hij ervan op de hoogte is dat er bij ons iemand mee is die niet van de politie is. Zo, dat was al de eerste aflevering van Mark bij Politie. Maar voordat ik hem ga afsluiten, leg ik jullie nog even het verschil uit met die ANPR. Want je hebt wel eens van die auto's die langs de weg staan en mensen eraf worden gehaald. En wat zou nou het verschil zijn met deze? Nou, dat is zo'n ANPR-auto. Daar zijn ook andere diensten bij aangesloten. Denk aan de Belastingdienst, het RDW en bij deze ANPR niet. Alleen de kentekens die de meldkamer erin zet van de politie, die komen in dit ANPR-systeem. Dus dat is het verschil met deze meldingen. De controles die normaal gehouden worden. Maar ik wil jullie bedanken voor deze video. Jullie hebben misschien al in het intro gezien dat er nog veel meer toffe dingen aan staan te komen. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe dat zeker. Er komen veel meer mooie dingen aan. En dan check ik jullie weer bij de volgende video. Laters.